kleine vuurvlinder, als je er naartoe loopt, dan worden ze bang, vliegen ze weg. Maar ga je hier een tijdje zitten, ja, dan komen ze vanzelf heel dicht. Nou, je komt er alleen heel dicht naar je toe vliegen. Ja, dan kun je ze gewoon echt heel mooi bekijken. Het is een van de verrassingen deze zomer in natuurgebied de Little Better Pitten. Een rondgang van zo'n 2 uur door het gebied leverde rond de 40 kleine vuurvlinders op. Ook in andere gebieden wordt de vlinder de afgelopen maanden vaak gespot. Dit is bijzonder omdat de Lycaena fleas vorig jaar slechts 1 keer werd waargenomen. René Oosterhuis van het Groninger Landschap heeft wel een idee waarom het nu zo goed gaat. We hebben dit jaar natuurlijk een hele mooie warme zomer gehad met heel veel mooi weer. Ja, vlinders die houden wel van mooi weer. Dus die hebben doordat het mooi weer is, kunnen ze goed nectar verzamelen, kunnen ze goed hun eitjes leggen, rupsen kunnen het goed overleven. En ze leven in 3 verschillende generaties. Dus als de eerste generatie, die legt in april, mei, of die, in april, mei begint die te vliegen, die leggen hun eitjes. Dat worden rupsjes. Die rupsjes die vliegen in begin juni alweer uit voor de tweede generatie. Dus als de eerste generatie het goed doet en de tweede het goed doet, en we zitten nu dan in de derde generatie, ja, dan kan het heel snel exploderen als het ware, zo'n populatie. De vlinder is nu even aan het opwarmen in de zon. Dus hij heeft mooi zijn vleugeltjes gespreid, zodat de zon er mooi op kan schijnen. Hij is, ja, wat zal het zijn, 2-3 centimeter groot. Dus echt een heel klein vlindertje. Hij is familie van de blauwtjes. Dat zijn, dat zijn ook zulke kleine vlindertjes, maar die blauw zijn. Alleen dan de kleine vuurvlinder is niet blauw, maar is, ja, heeft echt een beetje vuurrode kleur. En daar is hij ook heel goed aan te herkennen. Oosterhuis verwacht dat als deze nazomerperiode ook droog en zonnig gaat verlopen, er volgend voorjaar ook flink wat vuurvlinders te zien zullen zijn. Dit staat een beetje in schril contrast met het nieuws van de afgelopen maanden, dat het juist slecht gaat met de vlinders. Zijn nu ineens alle problemen opgelost? Nee, helaas niet. Nee. Kijk, op zo'n plek als dit gaat het nu dit jaar heel goed met de vuurvlinder. En we hopen ook dat dit wel een boost geeft dat het komende jaren ook goed gaat. Maar als je gewoon naar de algemene insecten kijkt, en dan echt met name over de langere termijn, ja, dan gaat het helemaal niet zo goed met insecten. Dan zie je heel veel aantallen juist afnemen. Een andere reden dat het goed gaat is het zogenaamde maaibeleid van het Groninger Landschap. Ja, klopt. Dit is een pad, een boerenpad. En wat we hier dus gedaan hebben is dat we de bermen niet gemaaid hebben. Dat hebben we mooi de hele zomer laten staan. Daardoor krijg je allerlei ruigte. En in die ruigte kunnen juist ook die vlinders en die rupsen gewoon goed verstoppen. Dus die vlinder die moet 's nachts ergens een plekje hebben waar hij zich kan verstoppen. Dat kan mooi in de ruigte. Die rups die kan erin verstoppen. En die kan zich ook verpoppen in de ruigte. Dus die kruipt dan op een gegeven moment als het ware bijna in de grond. En dat heeft ze, daar hebben ze echt dit soort ruige stukjes voor nodig. Dus zou je dit al 3-4 keer gemaaid hebben dit jaar, dan kan die vlinder hier niet uit de voeten, zeg maar. Gemeenten, provincies en boeren zouden er volgens Oosterhuis verstandig aan doen om hetzelfde beleid toe te passen. Ook omdat maaien juist veel geld kost, terwijl laten staan de natuur veel meer oplevert.